ball. Maar dit is gewoon het leuke van deze oefening, Kees. En kijk, je ziet gewoon dat je technisch, en je kan een wat langere achterhand nemen, je kan een wat kortere achterhand nemen, maar het gaat erom dat je rood wegdrukt. Kijk, dit is mooi. Nou heb je hem al onder controle. Hij is nog niet helemaal zuiver op de pion, maar dat is niet zo heel belangrijk direct. Alleen als je er echt een oefening van maakt. Kees? Als je wat ik ontdekt heb? Nou? Dat ik tijdens de voorstaande ogen speelde zoals kinder. Oké. Is toch niet te geloven? Ja, dat kan. Maar hij is later natuurlijk veel sterker. Hij is technisch ook wel goed. Maar deze oefening, Kees. Ja, is goed, hoor. Ja, maar ja, hij stoot ook strak af en recht door de bal en zo. Maar met deze oefening, als hij dit doet, zou hij nog veel sterker worden in zijn bandstoters en in zijn, alle stootbeelden. Kijk, het gaat erom dat je dat ringetje voelt op in zijn. Kijk, dit is niet goed. Dit is niet goed. Oh. Dit is niet goed. Dit is heel anders dan die vorige. Kijk, hier zit al een diktefout in. De snelheid is anders. Dus je stoot niet lekker soepel af, Kees. Je houdt in. Je moet soepel blijven stoten. 1, 2, 3. Pok. Gewoon inzetten naar de pion. En niet nergens naar kijken, alleen maar die keu erin duwen. Kijk, die is al beter. Die zit nog iets te... Maar hij is te voorzichtig, hè? Maar kijk, je bent nu weg, hè? Je bent nu weg. Kijk, je maakt hem niet genoeg af nog. Kijk, je maakt hem niet genoeg, als je hier komt, maak je hem niet genoeg af. Dus je geeft te kort duw. Dus te kort stoot. Hebben, stoot. Lekker vlot. Vlot, top. Kijk, dit is te voorzichtig. Het is te voorzichtig. Het is geen stoot die je maakt. Je maakt er hoe moet ik dat zeggen... Een voorzichtig balletje van. Snap je? Voorzichtig. Je moet hem echt... Kijk, je moet gewoon zeggen... Kijk, dit is mijn effect. Ja? Mooi dik. Dus de dikte is goed. 1, 2, 3. Kijk, en die keu... Die moet daarheen. Kijk, daarheen. Kijk, en je blijft nog steeds... Heel ontspannen. Staan in die bal. Zie je? 1, 2, 3. En gewoon niet nadenken... Over snelheid en over dit. Nee, je drukt hem gewoon in de rood naar 3 toe. Kijk, dit is gewoon een doel wat je neerzet. En hij hoeft helemaal niet gelijk erop. Het gaat erom dat je de manier van stoten gewoon door hebt. Dat je gewoon zegt, dit is mijn dikte, stoot. Kijk, dit is beter. Nu moet je iets hoger aan je bal. Dit is de kwaliteit. Want nu speel je maximaal effect naar de band. Alleen, kijk, als jij een bandstoot zou hebben en je wil hem hier hebben, hè, je wil hem hier hebben en hij komt daar, is hij natuurlijk niet goed. Dus wat is de kracht van de pins, dus van die kegeltjes, dat je dus als je stoot, dat hij gewoon daarop moet komen. Dat is de kracht van de kegel. Kijk, en die rondjes, dat is de slag waar je in moet stoten. Dus je moet in de slag stoten. Kijk, dit gaat al beter. Zie je, kijk. Nu krijg je controle automatisch. Dus nu ben je al automatischer aan het spelen naar de band. Maar je zou hem technisch, hè, op deze manier, zou je hem gewoon 10 keer moeten raken. Dus dikte, hebben, stoot. Dikte, hebben, stoot. Dat kan je gewoon lekker soepel ontdekken. Kijk, niet inhouden. Zie je? Kijk, als je niet inhoudt, gaat het perfect. Zie je? Kijk, en uit deze balcase... Daar vloeit natuurlijk heel veel uit voort. Want hier op de band betekent hier een karambol met effect. Zonder effect, dan zou die hier liggen. Dus je kunt ook eenbanders ermee trainen. Je kunt er een tweebander mee trainen. Je kunt er een driebander mee trainen. Maar die stoot je op dezelfde manier af. Alleen als je dunner gaat, Kees, kun je dieper. Dan komt die ook op dat punt, maar dan gaat die meer lengte maken. Dus meer snelheid maken. Gaat allemaal automatisch. Maar als dit goed is, dit verhaal goed is, met je keu, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal perfect. Kijk. Hoppa, iets te dun. Kijk, nu laat je al iets liggen. He, mooi afgestoten, maar je laat iets liggen. Op je hoogte. Kijk, en daar zijn die voorhanden voor, Kees. Kijk, Kees, moet je luisteren. Kijk. Daar zijn die voorhanden voor.
Kijk, dit is 1. Dit is 2. Dit is 3. En dit is 4. Dus als jij deze bal hebt, dan zeg je, nou, je kunt hem in 1 doen. Je kunt hem in 2 doen. En dan kan je een beetje mee, maar een vaste voorhand neerzetten. Vaste voorhand, ja. Maar je mag kiezen, je kunt hem ook trainen met een lage voorhand. Kijk, met een lage voorhand kun je hem ook trainen. Kijk, als ik hem zo zou trekken, zou hij niet naar de pion gaan. Dus dan moet ik zo gaan staan om die pion te spelen met rechts effect, met links effect of zonder effect. Maar dan betekent het, als je lager zit, dat de dikte anders wordt. Jij weet dat allemaal. Maar om die perfectie te trainen, dan is dit een uitkomst om gewoon je doeltjes neer te zetten. Je zet gewoon hier een doeltje neer en je gaat blind naar het doel toe. Dus je voelt je doel. En dat is ook de kracht van het... Dat weet je hoe dat werkt. Jij weet hoe dat werkt. Voel het doel staat in het boek. Ja, voel het doel. Maar dat kun je op deze manier kun je dat heel goed bereiken, Kees. Dus als jij een potje biljart, dan ben je gewoon aan het voelen naar je doel toe. En dan, dat kun je alleen maar doen door af te stoten en niet bang te wezen dat je het mist. Kijk, je voorhand is goed, staan blijven. Kijk, zie je, dit is gewoon een misser omdat je je doel niet voelt. Dus je bent te kort bezig met het goed kijken... Dat je, of je te dik staat of dat je te dun staat. Kijk, jij moet voelen dat je te dik staat of je te dun staat. En dan erin jassen die keu. Die keu erin jassen. Kijk, het hoeft niet zacht. Kijk, dit is gewoon... Het is een karambol maak je wel, maar het is niet het doel wat je nu traint. Snap je? Maar je traint wel je afstoot nu. Kijk, en dat is het mooie van dit. Je tekent dus de bal eventjes af. En je stoot gewoon de bal af zoals hij weg moet. Pok. En staan blijven. Pok. Vooral recht afstoten. Zie je, nog te voorzichtig. Zie je hoe voorzichtig het is? Ik kwam hier. Ja, ervoor. Oh. Hier. Maar je bent gewoon te voorzichtig. Kijk, je moet hem ook eens dikker voelen. Zelf de hoogte. Aan de hoogte ligt het niet, maar de dikte. Hier, even dikker en hij hebt hem, hè? Kijk, en waarom doe je dit niet gelijk, hè? Waarom doe je dit niet gelijk? Want eigenlijk, kijk, want zo werkt het gewoon, Kees. Kijk, als je deze oefening hebt, moet je dit gelijk doen. Dan komt een beetje van een verzamelspel. Ja. En dan doe je ze bal even dunner met meer effect. Een mooie speler, omdat hij hierbij lopen moet. Kijk, en daar... Die afstoot groeit daarin. Ja, en daar gaan dus de meeste, kijk, Kees neemt voor mij aan, de meeste biljarters, die gaan daarmee op hun gezicht. Die willen maar verzamelstotenballen maken en ze vergeten, 1, 2, 3, boom. Oh, en hij is niet goed. Nee, je moet eerst eens leren, goed, en voor, zelfs voor mij hè, voelt dit als een jekko, hè? Het voelt als een jekko. Want als jij in een partij gewoon de ballen 1-2 kunt stoten, dun of dik of hoog of laag of weet ik wat aan je bal. En je stoot in de bal, dus in de O. Kijk, 1, 2, 3, tik, tak, tok. Kijk, tik, tak, tok. Een korte, een langere, een hele lange. Zie je? Dit was bij het liefdingtoernooi. Het liefdingtoernooi, ja. Ja, was een mooie pot hoor. Sjors tegen Hans. Hans speelde ook mooie ballen. Ja. Nou, zie je hoe leuk dit is, Kees, hè? Gewoon, hè? Dat je denkt van ja. Kijk, je bent nu puur met dat cirkeltje bezig. Kijk, hier ben je met perfect. Kijk, je bent nu echt hiermee bezig. Pok! Kijk, en je mag je tempo aanpassen. Maakt allemaal niks uit. Je mag het hard doen, je mag het zacht doen. Kijk, als ik tegen jou zeg, speel hem eens stevig op de kegel. Stevig, dus even steviger. Want je leert hier gewoon echt heel goed die tweede bal van. En hetzelfde effect, hè? Je kunt hem dus trainen met 3 soorten effect. Zie je, dan is hij wat steviger. Kijk, je zou hem theoretisch nog wat dikker kunnen spelen en ietsjes hoger aan je bal. Theoretisch, hè, is dat. Dat weet je. Maar het hoeft niet. Dat kan.
Dus hebben. Keur. En staan blijven. Kijk, staan blijven. Vooral blijven staan. Nou ben je te dun, hè? Ik ging dikker. Ja, maar. Door. Maar toch. Een beetje lager als je dikker. Maar hij moest ietsjes lager. Ja, maar hij moest ook wel ietsjes dikker, hoor. Want hij gaat bijna, als je echt heel dik zit, gaat hij bijna niet meer rollen. En strak erin met het effect. Strak. Alleen maar 1, 2, 3, strak. 1, 2, 3, strak. Kijk, dit is een duw. Kijk, nou val je in het duwsegment, hè? Kijk, nou heb je dit niet. 1, 2, 3, tok. Je moet hem 1, 2, 3, tak zeggen. Je moet iets zeggen. 1, 2, 3, tak. 1, 2, 3, tak. Kijk, tak. Als je tak zegt, gaat het goed. Kijk, dit is goed. Op zich is dit niet slecht. Dit is een millimetertje hoger aanvoelen op je tweede bal. Kijk, dus jij kijkt naar rood, dus je moet hier dan aanvoelen dat je ietsjes hoger moet om hier te komen. Dus jij moet daarmee mee spelen. Hebben, stoot. Kijk, dat rustmoment geef je eigenlijk best wel, Kees. Kijk, die is mooi. Kijk, dit is lekker. Dit is lekker, Kees. Had je hem door? Dit is lekker, hè? Kijk, en het grappige van dit is, Kees, je bent niet met verzamelen bezig. Je bent gewoon met een bal bezig. Pakken we die eens een keer. Die. Doe je hem zonder effect nu? Ja. Je mag ook zonder effect beginnen, hè? Kijk, want daar leer je gewoon van, Kees, hè? Kijk, het is helemaal niet gezegd dat die. Heel weinig, hoor. Ja, maar je hoeft eigenlijk. Je moet gewoon leren zonder rechts of links. Weet je, je moet gewoon. Dan moet je gewoon. En dan ga je drie keer ga je hem dus met rechts stoten. Drie keer met zonder stoten. En drie keer met links effect. En dezelfde afstoot. Want het blijft dezelfde afstoot natuurlijk. Het is gewoon een oefening, weet je, het ligt zo vaak, ligt het in het, ja, op het biljart ligt het zo. Maar het gaat om die afstoot, dat je in die ring blijft staan. Pok! Kijk, dit is niet slecht, maar het is niet goed. Hè? Wat zeg je? Bijna. Nou, weet je, Kees, je moet... Niet in twee. Maar je moet, nee, precies, maar je moet lekker soepel moet je dat gaan maken. Je moet dus hebben, 1, 2, 3, rust, tok. Tok, kijk, laat maar gebeuren. Kijk, dit is niet slecht. Waar zat hij erin? Je zit alleen nu, je voorhand zit te diep. Hè? Kijk, of dunner, maar we gaan niet dunner, we gaan even hoger met die vier. Dus je voorhand moet je beter zetten bij die klap. Kijk, bij die dikte moet je je voorhand gewoon goed zetten, niet te laag, want het ging net. En dan durven we recht in te stoten en goed naar je top blijven kijken. Top daar, kijk, en dan komt hij al. Nou zit je weer iets te hoog of iets te dun, kun je ook zeggen. Meer is het niet, hè? Kees? Kijk, meer is het niet. Je voelt dit punt en de rest doe je allemaal op twee. Dus je weet waar dit punt is. Hebben, pok. Kijk, inzet. Dit is perfect. Kijk, en hier moet je naar blijven kijken. 1 seconde. Je voelde het al, dat het goed was. Ja. Nou ja, zo train je dus je gevoel. En doe het nou eens met rechts effect. Met links effect. Eerst rechts. Links, nee, eerst links. Eerst links. Met links effect. En strak erin, Kees. Dik en strak. Mag wat tempo hebben, hoor. Mag tempo. Hier zit helemaal geen effect aan. Die bal moet zo draaien, kijk. Er zit geen effect aan. Helemaal niks. En je stoot hem hetzelfde af als zonder effect. Gewoon door dat ringetje heen. Kijk, door die O. Recht erin. En strak afstoten. Rustig, strak. En niet te voorzichtig. Zo, ja, kijk, dit is al beter. Rustig blijven staan. Rustig blijven staan. Top. Top, ja. Maar je training, hè. Je training, die je laat hem te snel. Kijk, Kees, je verheerlijkt je vaak. Dat het goed gaat. Maar de training zit hier. Kijk, de training zit hier. 1, 2, 3.
Bam. Bam. 1, 2, 3. Tik, tak, tok. Kijk. Tik, tak, tok. Kijk. Tik, tak, tok. Kijk. Klein tikje. Tikje, tikje, tikje. Tokje, takje, takje, takje. Tokje, tokje, tokje. Kijk, dat ligt heel dicht bij elkaar. Tik is wat feller. Takje is wat harder. Tok is wat steviger. Tok. Dat is wat meer door. Hè? Het staat ook in het boek Berini Tok. Maar ik snap wel, kijk, met dit kan ik het goed uitleggen. Hè? Kijk, met dit, kijk, moet je maar eens doen. Hè? Kijk, want ik was van, gisteren was ik hier ook bezig met de band. Kijk, dan heb ik die ring hier liggen zo. Dan zet ik mijn voorhand neer, platte voorhand. Ja, kijk, 1, 2, 3, tik, terug, tak, terug, tok, terug, tik, terug, tak, terug, tok, terug. Tik, terug, tak, terug, tok, terug, harder. Tik, tak, tok. En je wordt heel, je arm wordt er helemaal soepel van, Kees. Tik, tak, platte hand. Kijk, je hebt nog geen platte hand. Kijk, je moet die vinger zo doen. Kijk, Kees, vinger zo. Zo, kijk, zo. Niet onder je duim. Ja, en dan plat op het biljart. Ja, plat. Platte hand, achterhand zakken. Vlak door de pion heen. Vlak. Terug, tik. Terug, tak. Tik. Tak. Tok. Nee, tik, tak, tok. Tik. Tak. Tok. Nee, tik, tak, tok. Tik. Tak. Tok. Ja, ja. Hoeft niet harder. Hoeft niet. Ze mogen alle drie even zacht. Tok. Ja, tik, tak, tok. Heel goed. Voel je hem? Kijk. 1, 2, 3, tik. Tik. 1, 2, 3, tik. En maar je kunt het ook tok doen, kijk. 1, 2, 3, tok. Als je meer terug doet, als je meer power wil. Als je kan een, kijk, je kan een zachte tik geven, Kees, kijk. 1, 2, 3, tik. 1, 2, 3, tik. Harde tik. Zachte tak. 1, 2, 3, tak. 1, 2, 3, tak. Harde tak. 1, 2, 3, tok. Zacht tokje. 1, 2, 3, tok. Zacht tokje. 1, 2, 3, tok. Harde tok. Meer is het niet, hè? En daar zit alles tussen, hè? Dus dat inzetten, Kees, dat inzetten wat je wel eens niet doet in een wedstrijd. Hè, snap je? Dat je gewoon bang bent dat je de bal mist, hè? Want dat is het gewoon. Kees? Ja, dan ga ik naar drie. Twee nog een keer, met, rechts, met links effect. Nou, laat hem al. Nee, links effect. En vol effect. Nee, laat ik met ja, 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 maar vol effect. Dus effect, ik wil hem zien draaien. Gewoon één, twee. En wat ga je doen? Een tik, een tak of een tok? Een tok. Een harde of een zachte? Een harde. Oké. Okay. Nou, laat maar zien. Niet meer nadenken. 1, 2, 3. Tok. Oké, hij draait niet, hè? Kijk, hij draait niet. En dan gaat naar 3. Dus je zit te hoog of te diep aan je bal. Ja. Bij de dikte. Bij deze dikte zit je te diep aan de bal. Dus je moet hoger aan je bal. Niet hieraan gaan denken. Voelen. Dit moet je voelen. Je weet waar ze staan, Kees, maar je moet het hier zoeken. Hier moet je het zoeken. Kijk, zo, ja, dan geef je effect. Kijk, je hoogte, daar gaat het om. En dan de inzet. En weer een tok. Geef maar weer een tok. 1, 2, 3, tok. Tok. En staan blijven. Blijf staan, blijf staan. Je bent al weg. Je bent al weg. Je bent al uit dit ding ben je vandaan. Je bent hier al uit. Je, blijft je moet blijven staan in die klap. 1, 2, 3, klap. Klap. Tok. Zo, staan blijven. Staan blijven. Kijk, hebben. Het werkt echt hoor. Het werkt echt. Je moet echt. Dit is nou gewoon je concentratie leren kennen. Kijk, jij leert nu je concentratie kennen. Dat je, jij denkt, ik moet een pump maken. Oh, even, oh, ja, leuk, leuk. Nee. Hoppa, hoppa, hoppa. Stoten met die keu. Je moet stoten met die keu. Super. Het hoeft niet raak. Als je me stoot.
hebben, stoot. En staan blijven. Recht erin met die achterhoofd. Kijk, kijk. Hoppa. Het komt sowieso in de buurt. Je hoeft niet te kijken of je het doet. Kijk, nu zit je alleen iets te dun of ietsjes dieper. Snap je? Kijk, meer is het niet, hè? Kijk, en je kan dus ook, Kees, je kan het ook met een zachte tok doen. Ja, ik vind het wel harder wel goed voor mij. Ja, ja, dan krijg je wat meer afstootgevoel. Ja, niet. Hè? Ik vind het te lief. Nou ja, te lief, ja. Maar je bent eigenlijk, kijk, je mag wel lief zijn, maar dan moet je ook door die ring gaan. En daar gaat het om. Je moet door die ogen gaan. Kijk, ingaan. Kijk, dit is mooi. Kijk, dit is mooi. He? Hij kan alleen meer draaien. En je speelt hem nu eigenlijk, he, in het luchtledige. Kees? Nee, maar kijk, uiteindelijk, je speelt hem hier in het luchtledige. Kijk, je maakt geen obsessie van waar hij heen gaat. Want je speelt hem hier echt super weg. Alleen, ja, dit moet kloppen om hier te komen. Ga door twee nog. Ja, natuurlijk. En je voorhand laten staan. Laat je voorhand staan en laat hem klappen, die keu. Kijk, keurig. Kijk, dit is gewoon toch biljarten. Dit is biljarten. Kijk, nu, kijk, en dan kun je zeggen, ik hou niet over, hè, als je zo hard zou stoten. Maar hij is loopzuiver. Voor je gevoel doe je niks fout. Snap je? Kijk, en je gevoel aanpassen, Kees. Je gevoel aanpassen met de snelheid. Weet je, dat is helemaal niet zo'n hè, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Kijk. Als je een keer mooi doen. Nou ja, goed, maar als, je er dus, als jij in een wedstrijd zit en je wil een serie maken en je wil mooie balletjes gaan maken, moet je wel leren spelen. Maar een tak, zacht. Ja, en je kan dan dieper. Kijk, als je hem zachter wil spelen, moet je echt heel diep gaan zitten en dunner, bij wijze van spreken. Want zo kun je de bal dus ook spelen. Dus een platte voorhand, hè? Platte voorhand. Dus platte voorhand met één vingertje, twee vingertjes. Dat zijn allemaal van die techniekjes die kun je gaan gebruiken. Maar dit is plat, dit is vals plat. Kees, kijk, dit is vals plat, dit is even hoger, dit is voor de X. En dit is voor de top op de X. Dus dan ben je met doorschieters bezig. Dus je voorhand zetten en niet meer denken, hij moet daar naartoe. Je speelt alleen nog maar door de ring heen. Hebben, tak, en staan blijven. Tak, blijf staan. Kijk eens hoe mooi, kijk eens hoe mooi. Technisch super. Kijk, als je nu niet, kijk, als je nu in je hoofd hebt om hem hier, om die te raken, ben je iets te dik. Of te diep. Nee, maar jij wil hem deze dikte spelen. Toch? Jij kiest toch voor een dikte. Jij wilt toch dun spelen? Toch? Nee, maar het gaat om het zijn wat je krijgt. Als je hier dun staat, mag je heel diep zitten. Maar ja, hoe diep of hoe dun mag je dan blijven staan om hem te raken? Maar het gaat om die afstoot. Kijk, kijk, dit is het. Kijk, dit is het. Hier zit jouw kracht. Hier zit... Ah ja, hij zit erop. Hé, maar hier zit jouw kracht. Ja. Nou, dat heb ik al... Toen dat deed met die bal, of deze bal was, zeg maar. Ja. Die bal. Maar deze oefening, Kees, kijk, deze oefening... Was je goed, joh. Nou, kijk, drie. En met deze oefening, die leent zich voor alle stoten, hè? Ja, maar ik heb al drie van die dingen. Ja, maar het leent zich voor alle stoten, dit. Dit is echt, voor alle stoten is het gewoon perfect. Drie. En dan is het de bedoeling dat je dus dat effect geeft en dan rechts... Kijk, jij moet hem hier met rechtseffect heen kunnen spelen, zonder effect en met tegeneffect, met linkseffect. En zo moet je ook je punten kunnen maken. Maar het is niet meer dat je hem moet raken, het is die afstoot die het moet doen. Hebben. En staan blijven, blijf staan. Kijk, dit is perfect. Kijk, je wilt die raken, gaat naar die. Dus jouw gevoel staat... Kijk, dit gebeurt in een wedstrijd ook, hè? Jij stoot en je wil die bal raken, maar je zit te dik. Dus jouw gevoel, ja, als jij dik denkt... Dus als jij dus... Als jij hier dus denkt, sta je te dik, moet je altijd... Als je denkt, nou, ik zit hier, moet ik iets dunner staan als dat ik denk. Want jij moet... Jij denkt dus te dik, terwijl je denkt dat hij hier komt. Snap je? Dus als jij die bal te dik denkt, ja, je mag best dik gaan staan, maar je moet hem dunner aanvoelen om bij drie te komen.
Maar die techniek blijft hetzelfde. Hè? Daar moet je je kracht uit halen. Tjak. En staan blijven. Kijk, weer te dik gedacht, zie je? Goh. Ja, maar mooi. Hij is mooi. No. Hij is mooi. Ik dacht, ik heb hem nu. Kees? Ja. Je moet niet denken, foute gedachten. Foute gedachten. Dat is foute gedachten. Maar goed afgestoten. Ja, daar gaat het om. Kijk, het is niet dat je hem hebt. Dit is, als dit steeds goed gaat, hè, wat je, als je hem iedere keer hierheen trekt, dan wordt het eens tijd dat je je voeten iets dunner gaan zetten. Kees? Dat je je voeten daar iets dunner gaat zetten. Want als jij 10 keer deze bal raakt, ja, dan wordt het eens tijd dat je even dunner gaat staan op die tweede bal. Met dezelfde voorhand, hè. Want je wil hem in dit geval wat dunner raken en in ene erop trekken. Nou, zonder effect. En je drukt hem gewoon naar voren. En dat kan je vlot doen, dat kan je langzaam doen. Dat kan je, kijk, je moet niet, kijk, nog te sterk. Nog te sterk. Maar het is nog weer dunner. Maar wel weer mooi. Hé, hey. Kees? Ja, maar het ligt ook heel dicht bij elkaar, hè? Kijk, en dat is het mooie van het aftekenen. Dus kijk, als je dat ringetje zo hier neerlegt, hoef je dit er niet op te zetten. Leg je die hier neer. Zeker met... Dus dan kun je gewoon... Kun je de ballen gewoon perfect achter elkaar zo gaan spelen. Kijk eens. En je kijkt en kijk eens. Perfect. Super. Hij fout. Hij moest verdrie. Maar ik vind hem super afgestoten. Kijk, ik praat niet over fout. Kijk, dat je nog niet goed genoeg bent. Kees. Ik was even hoger gegaan. Kees, dat je nog niet goed genoeg bent in je dikte te gaan staan, dat maakt me niet uit. Nee. Maar dat je goed afstoot. Ik ging al hoger in. Ja, maar... Ja. Ik was altijd te sterk hier. Dus ik ga ja, dus, hoger. Dus je zit alweer... Dus jij zit tussen dik en dun, zit je al te snel te switchen. Maar dat maakt dus niet uit. Je stoot wordt perfect. Want hij loopt wel heel mooi daar naartoe. Hé, Kees, hij loopt wel heel mooi daar naartoe. En hij loopt wel heel mooi daar naartoe. En hij loopt wel heel mooi daar naartoe. Want daar gaat het om. Dus ik 3 raken. Ja. Nou, dan ga ik op 3 staan. Dus ik ga mijn gevoel gaan, dus diep, ik ga net als jij doen, diep aan mijn bal. Diep aan mijn bal, mijn dikte zoeken. Dus deze dikte, 1, 2, 3 en tok, tok. Terug de keu en omhoog. Hoef je niet stil van te worden hoor, want het is gewoon, ik stoot alleen maar tok af. Tok, 1, 2, ja, maar dit doe jij ook. Dit heb jij ook net gedaan. Snap je? Ik heb er eigenlijk 3 te missen. Dat geeft niet. Ik wil hem ook wel missen. Ik wil hem ook wel missen hoor. Moet ik hem missen? Dat ik hem hier speel of hier speel of hier speel. Ja. Maakt toch niet uit. Je moet, kijk, daarom is, kijk, wat leer je van dit spel? Je leert... Fasties. Je leert spelen waar je hem heen wil hebben. Kijk, ja. je bent gewoon lekker aan biljarten. Kijk, Kees, je gaat staan. Hier wil ik hem hebben, hier wil ik hem hebben, hier wil ik hem hebben, hier wil ik hem hebben. En dat recordje wat we net zagen, kun je hier ook van maken. Als je maar af blijft stoten. Door de O heen. Dus met de trekstoot, voorhand, 1, 2, 3, rust, pok. 1, 2, 3, tok. Ontspannen, Kees. Prima. En dat doe je met je voeten, hè? Want dat is het, hè. Kijk, techniek, joh, dat heb je als een speer. Techniek. Je kan 200 punten maken, met gemak. Als je ze maar inzet. Keurig. Kijk, weer mooi. Alleen je dikte voel je niet aan. Maar doe je in wedstrijd ook? Dit doe jij in een wedstrijd precies hetzelfde. Kees? Jij doet in een wedstrijd precies hetzelfde. Kijk, en dan moet je niet denken, ik moet links effect geven, ik moet rechts effect geven. Nee, je moet het eerst eens kennen. Zonder effect, je moet het kennen met rechts effect en je moet kennen met links effect. En dan moet die alle keren moet die hierheen gaan. En helemaal niet die bal erbij willen spelen. Allemaal larikoek, afstoten met die bal. Afstoten, daar gaat het om. Pats. Hebben, stoot. Kijk, keurig, gaat al iets verder, zie je? Gaat al iets verder, maar je bent nog steeds gefocust op de tweede pion. Terwijl je gevoel, kijk, je blijft ook staan, hè? Je blijft staan, je moet even weglopen. Nee, het moet er niet op. Kijk, dat is al de fout die je maakt. We gaan hem erop spelen. Ja? Ja, ja.
Je moet echt geen paniek zaaien, Kees. Je bent veel te gefocust om paniek te zaaien. Je moet gewoon denken, ik speel met mijn diktes. Kijk, dit is hem. En drukken, die keu. En rustig drukken. Gewoon tempo wat je maakt. Kijk, gaat hij al. Kijk, dit moet vanzelf gaan. Kijk, dit moet vanzelf gaan. Hier komt hij. Hij is prachtig. Kijk, dit is een bal, is raak. Weet je, alleen als je dan de pion wil raken, zou die een fractie dunner gemogen hebben. Of een pippie hoger aan de bal. Weet je, meer is het niet, hè. Maar het moet een natuur worden, Kees. Je moet in die natuur blijven biljarten. Hebben en vrijstoten blijven. En dit kun je gewoon, dit kun je gewoon als de beste. Die keu bewegen en naar voren duwen. Keurig. Kijk, daar gaat hij al. Kijk, hij komt nu iets ervoor. Wel weer een bal raak, maar dat is niet wat je wil. Je wil op de pion. Maar daar ga je geen stress van maken, want technisch is hij klasse. Snap je? Maar je blijft weer staan, hè? Kijk, Kees. Je blijft weer staan. Dus je krijgt iedere keer, krijg je dat je hem hier krijgt, daar krijg je, hier krijgt daar. Omdat je blijft staan. Kijk, als je gemist hebt, moet je gewoon even terug. En je gaat weer opnieuw. En dan leg je weer fris aan. Fris aan blijven liggen. Zo ga je ook in een wedstrijd aan het werk. Keurig. Hier, net te voorbij. Ik hoor niks. He, hier. Prachtig. Ga ik hoger? Nee. Dikker. Oh, dikker? Ja, je voorhand hoeft toch niet hoger? Waarom wil je hem hoger? Wat wil je dan doen? Alles hiervoor. Alles toch voorbij? Ja, hier voorbij, ja. Dan zit hij toch te laag, te sterk? Dan zit hij te sterk, ja. Maar ga je dunner? Ga je dunner? Niet dikker? Nou, of niet, maar je gaat ietsjes dunner, want dan komt hij er wel op. Dus je zit net even te dik nog, meer is het niet. Want je voorhand is gewoon laag en je gaat hem spelen met je voorhand. Soepel, pok, en niet meer nadenken. Kijk eens, hij komt vanzelf hoor, Kees. Hij zit erop. Hij komt vanzelf. Mooi, hè? Maar dit is gewoon, ja, dit is gewoon... doorkrijgen, Kees, hoe je moet biljarten. Kijk, en die heb je al een paar keer geraakt, omdat je te dik zat. Die heb je al een paar keer geraakt, omdat je te dun zat. Nou kan je zeggen, ik ga naar voorhand hoger, hè? Maar je kan ook zeggen, ik ga hem met rechts effect spelen, of ik ga hem met links effect spelen, na deze bal. Hè? Dus als jij dan maximaal links effect geeft, en je wil hem naar geel spelen, ja? Dus we gaan naar geel toe. We gaan links effect geven. Diep aan de bal. Kijk, zo komt hij. Dan komt hij hier. Kijk, dan komt hij hier. Dus diep aan de bal. Kijk, je voelt de gele bal. Kijk, 1, 2, 3 en tok. Kijk, tok. En hij gaat naar geel toe. Zie je? Kijk, hij gaat naar geel toe. Hij is wel iets te dik, maar gaat wel naar geel. En je blijft gewoon staan. Technisch een mooie bal. Kijk, en die rode, die komt hieruit. Kijk, iets te dik aangelegd op de rode bal. Maar dan moet je geen stress van krijgen dat het niet lukt. Nee, je moet beter die dikte in gaan vullen. Maar mocht jij niet praten van jou snel? Daar heeft het al zo lukt het allemaal in één tijd. Maar ja, joh, het maakt niet uit. Dat geeft niks, joh. Het is wel apart, vind ik dat, maar goed. Het is wel apart, ja. Je kunt het wel vinden met... Ja, het is wel een aardige kerel, hoor. Maar ik ben ook vrij serieus, hij ook natuurlijk. Ja, zeker, ja, zeker. Maar het serieus, hè, serieus. Maar dit, hoe vind je dit, Kees? Hoe vind je dit? Goed. Dus als je rechts effect geeft, je ziet het, hè. Ik trek hem hierheen, hè. Dus hoe knap is het, hè, Kees? Hoe knap is het, hè, als ik hier die pion heb staan, hè? Ja. Met dat rechts effect, hè. Kijk, dan maak je gewoon een bandstootje, hè. En je legt de rode, zag je het? Die lag ik hier neer, hè. Ja. Die lag ik zo hier neer, hè. Kijk. Dus zo sterk kun je dit spel spelen, hè? Zo sterk. En er zit zoveel kennis in dit spel, Kees. Hey. Ja. Dit is echt een trainingsspel, hè? Kijk, hier heb je nou wat aan, Kees. Dit zijn geen lullige trekballetjes. Maar ik bedoel, je raakt al helemaal vertrouwd als je ze ziet. Want je denkt, nou, oh, die bal ligt daar. Ik moet door die bal gaan. Kijk, je leert gewoon door die bal heen stoten. Kijk, en afstoten kun je gewoon leren. Kijk, als je dus niet goed afstoot, ga je op die ring staan. Niet twijfelen, gewoon en zetten die keu. In één keer stil en staan blijven. En staan blijven. Kijk, keurig. Kijk eens hoe die loopt, hoe mooi naar de hoek toe. Ik hoorde niks. Nee, maar hoe mooi die naar de hoek loopt. Kijk, hoe mooi je hem hierheen speelt.
No. Hè? Maar ja, het is... Hè? Maar ik vind hem wat voorzichtig. Weet je, het is niet 1, 2, 3, tak. Het is een beetje... Nee, maar het is een beetje 1, 2, 3, tok. Nee, 1, 2, 3, tok. Beetje meer doen. Laat het maar eens zien wat je in huis hebt. 1, 2, 3, tok. Stil blijven staan. Tok, kijk, laat eens zien. Kijk, nou doe je hetzelfde. Dit ziet er mooier uit, hoor. Kijk eens. Ja, maar het ziet er mooier uit. Als die andere. Die andere was wat sloompjes. Deze is gewoon een beetje energieker ingestoten. Maar dat kan je allemaal leren. Je kunt gewoon leren stoten. En dat heb je nodig. Want anders had je al lang al die kegeltjes achter elkaar geraakt. Heb ik ook nodig. Staan blijven. Kijk, heel goed. Denk ik. Nou trek je naar de vierde kegel trek je hem. Maar dan kun je nagaan hoe goede biljarter je bent, Kees, hè? Hey, Kees, hoe goed je bent. Als je misgaat, maar nee. Moet je ook raken. Nee, maar dat is de grap, hè? Kijk, als ik dus ballen, als ik ze, maar dan kun je voor jezelf kun je nu testen hoe goed je bent. Je kunt jezelf nu een cijfer geven hoe goed je bent om die punten te raken. Als je hier één keer over doet, één keer, één keer, één keer, heb je een 10. Als je hier twee keer over doet en die allemaal in ene, heb je een 9. Als je hier 3 keer over doet, heb je een 7. Als je er 4 keer over doet en die allemaal in 1 en 6. En zo kun je jezelf cijfers geven. En dat is de grap. Dat is de grap. Kijk, dan maak je er gewoon een... Maar zo goed ben je dus. Nou, ik wil een Dick Jaspers dit nog wel eens zien doen. Dat hij deze bal, dat hij die omtrekt, die omtrekt, die omtrekt, die omtrekt. En dan allemaal met rechtseffect. Wil ik zien hoeveel keer die ervoor nodig heeft om dat in 1 keer allemaal te klaren. Zal ook moeilijk zijn hoor, net zoals voor jou en voor mij en voor die. Want precisie, het is precisie. Tuurlijk komen ze er dichtbij, maar dat heb jij ook. Jij hebt hem ook hier, je hebt hem ook hier. Dus je doel voel je wel, maar je moet vertrouwen hebben in je dikte. En daar gaat het om. Dus je moet plezier in hebben waar de ballen liggen. Dus waar je doel staat. Hebben, niet meer aan je doel denken, maar aan je stoot denken. En vooral niet inhouden met je stoot, Kees. Stoten en staan blijven. Kijk, dan gaat hij echt naar die gele toe. Hè? Hij gaat met tegeneffect naar geel. Hè? Je moet alleen voor jezelf, moet je wel je doel in je hoofd zetten. Ja, als je doel niet vasthaalt, dan ga je anders aan. Kees, ik ga het nog even anders neerzetten. Ook leuk. Dan gaan we de eenbanden ervan maken. Dus eenbanden. 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 Nou, bandje erbij. Kan ze ook hier neerzetten hoor. Eenbanden. Dus we gaan eerst die eenband. Kijk, nou komen die pionnen hier te staan. Zie je waar ze net stonden? Alleen, nou moet je afstoot, die zou, als je normaal gesproken hier stil zou blijven liggen met de amorti die je gegeven zou hebben, hè, met rechtseffect, zonder effect, met tegen, zo simpel is het, hè? Want je kan hem amorti tegen de band leggen. Dan zou je hem nu ietsjes minder amorti moeten geven, dus iets meer rol moeten geven om bij hier amorti uit te komen. Kijk, niet dat je zo zacht op je derde bal aan hoeft te komen, maar jij bepaalt wel hoe hard je die kegel omspeelt. Dat weet jij. Kijk, je kan hem omspelen dat hij zo vliegt. Dat kan. Dan ga je die dun raken en je geeft hem een klap. En dan klap je heel snel die kegel om. Dat doen driebanders doen dat ook. Dat doen driebanders ook. Die stoten de bal weg, dun. Zijn bal vliegt in de ronde en die klapt tegen die derde bal aan. Zo gaat dat. Dus je kunt heel makkelijk op deze manier ook een driebander trainen. En een eenbander trainen en een tweebander, is maar net wat jij op... Kijk, je kan ook een driebander in amorti naar de derde bal spelen. Dan moet je zoeken op je dikte, weet jij ook. Maar die afstoot, daar gaat het om, hè. Leuk, hè. Dus gewoon simpel blijven, hebben, pok. Kijk, en dat tik-tak-tok, hè, dat tik-tak-tok. Kijk, dit is al netjes... Maar dat, alleen wat ik nu mis, hè, wat ik nu mis, is je focus hier. Je moet alleen maar focussen blijven op je dikte en op je afstoot. En deze was alweer veel te voorzichtig.
Het hoeft niet harder, maar hij was te lui afgestoten. Tok moet het wezen, tok. Kijk, te duwerig. Kijk, hier, kijk, en je kijkt wat er gebeurt met de ballen. Je kijkt niet naar je klap. Nou, dit gebeurt dus in een wedstrijd ook. Zoveel spanning krijg je, dat je het goed wil doen. En je moet het helemaal niet goed willen doen. Je moet alleen maar door dat ringetje, door dat ootje willen stoten, om de klap te geven. Klap. Zie je? Zonder effect, hè, ga je de bietenbrug op, hè? Oh, ik dacht, dat moet niet. Nou, oh, je... Ja, kijk, als je deze lijn hebt, dan ziet het toch goed voor je uitvalshoek. Ja, maar Kees... Ja. Dan kan je beter afstoten. Ik stoot niet goed af nog. Als je amortie speelt, moet je sowieso heel dik spelen. Dan moet je dik spelen en hoger gaan zitten. Want als je dun speelt, heb je geen amortie. Dan kan je hem alleen maar zacht stoten. Kijk, amortie, dat doe je als je bal 2 dikker raakt. Zou je? Kijk, dan raak je hem dikker. Nou wordt die rustig. Zie je? Nou wordt die rustig. Dat speel je amortie. Kijk, als je hem dun... Kijk, als je hem dun raakt, maak je er een seriestootje van. Kijk naar de invalshoek, uitvalshoek. Ja, maar je moet alleen maar hier naar kijken. En wat moet je daar... Je moet helemaal niet meer naar die uitval kijken. Je moet alleen maar denken... Kijk, zonder effect, dan zal je... Je ziet dat je steeds ietsjes te dun... Of, nou ja, ietsjes te, ja, te dun zit. Want hij komt er voorlangs, dus... En je moet steeds dezelfde voorhand neerzetten. Dat is belangrijk. Kijk, dat je de klap durft te geven. Kijk, dit is geen punt, dat omspelen. Nu raak je hem alleen aan de buitenkant. Maar jouw klap is wat te duwerig, Kees. Je moet meer naar een tak toe. Kijk, nu doe je een. Kijk, je doet nu. 1, 2, 3, tok doe je. Maar je moet 1, 2, 3, tak. Heel rustig. 1, 2, 3, tak. Even meer. Zet er maar eens iets korter en levendiger in. Dus tak. En staan blijven. 1, 2, 3. Tempo, tempo. Tak. En een klein takje. Tak. 1, 2, 3. Tak. Ja, kijk. Dit is veel beter. Hier zit geluid in. Tak. En hij ligt gewoon geplaatst. Hè? Ligt gewoon geplaatst. Kijk, en zo ga jij die eenbandjes zo raar gaan duwen. Sloom. Bal 2 doet niks. Die techniek die moet je weer ergens anders voor gebruiken. Niet voor deze bal. Je speelt rood weg. 1, 2, 3, tak. 1, 2, 3, tak. Geen lange stoot. Hij ligt kort. Tak. Zo ja, kijk. Kijk, met die tak gaat het goed. Alleen je kan het zachter doen. 1, 2, 3, tak. 1, 2, 3, tak. Kijk, je speelt hem te harder. Tak. Kees. Je speelt je tak te hard. Maar dat geeft niet. Je hebt het even gevoeld. 1, 2, 3, tak. Rood, dus tak. En recht erin, in het rondje, tak. Oh ja, hij is niet slecht. Iets te dun weer, hè? Iets te dun, ja, je blijft te dun dan, hè? Nou, ik ging nou zacht spelen. Nee. Het is niet zacht, het is tak. Het is gewoon iets zachter met je tak. Het moet wel venijnig blijven, hoor. 1, 2, 3, tak. Tak, zeg het maar, tak. Kijk, tak. Nog niet. Ja, dat is wel goed hoor. Het gaat echt om dat soepel blijven, hè? Dat soepel blijven, kijk. Kijk, diep aan je bal, hoog aan je bal. Kijk, als je hem dik speelt, dan gaat hij... Kijk, als ik hier in het hart ga zitten, hoge voorhand, dus ik zit hier, zeg maar, hè, boven die ik. Kijk, ik zit dik. Kijk, nou, als ik nu een tak geef, gaat hij naar de lange band. 1, 2, 3... En recht vooruit, tak. Kijk, gaat hij naar de lange band, zie je? Kijk, tak. En je blijft rustig staan, zie je? 1, 2, 3, tak. Vooral dat staan blijven. En dat komt omdat ik nu hoog zit, zie je? Kijk, en zo voel je hem steeds verder en verder. Dus kijk, als je iets lager gaat zitten, dezelfde dikte. Kijk, ik kan hem ook dun pakken, hè? Maar dan ga je laag zitten. Kijk, dan wordt het weer een seriestootje. Zie je? Kijk, zo wordt het een seriestootje. Want er komt rood hier... Die gaat zo en jouw bal gaat zo. Seriestootje. Moet je ook afstoten. Maar is weer diep aan de bal. Maar als je natuurlijk deze bal goed wil leren kennen... en je wil in het hart iets eronder gaan zitten... mooie voorhand, dik raken... daarna de band... 1, 2, 3... tak. Zie je? 1, 2, 3, tak. En geen twijfel kennen. Hey. Nee. En zie je hoe rustig je hierop uitkomt, Kees? Ja. Hoe rustig, hè?
Ik stoot wel hard, maar hij gaat rustig, hè? Kijk, die draait, hè? Kijk, die draait. Hij is goed. Maar hij draait met effect. Hij gaat een beetje effect geven. Ik geef geen effect. Ik speel hem echt zonder effect. Maar je, kijk, het is, Kees, het is of zonder effect, of helemaal rechts effect, of helemaal links effect. En dan ga je de rest ga je wel doen als je meer amorti wil hebben. En als je meer, maar je kan ook met maximaal effect kan je ook amorti spelen. En amorti spelen met tegeneffect. Tegeneffect, amorti. Amorti. Zonder effect, amorti. Hè? Bewijs van, hè? Dat hangt gewoon van je dikte af. En je moet hem zetten. Even klein hoor. Je moet je afvragen bij welke dikte je er kan komen. Hij kan gewoon heel dik. En dan rustig, tak. Kijk, hij draait weer, hè? Zie je? Hij draait weer. Dat raak is punt niet, hè? Dat raak is punt niet, maar... ja, hij moet dikker. Hij moet dikker om hem rustiger te maken, hè? Dus geen effect. Recht afstoten. Niet zo steken, Kees. Je steekt hem wel veel, hoor. Maar goed, dat, je kan beter iets... Zo, ja, een beetje vlakker. En goed stevig inzetten. Vooral dik. Kijk, als je steekt, ga je hem een beetje pikeren. Maar... Ja, kijk, nou is hij rustig. Kijk, dit is simpel. Zie je? Kijk, dit is gewoon simpel. Dit is gewoon goed. Dit, nu doe je gewoon een hele nuchtere pok, tok, tak. Weet je? Nou, dan ga je eentje verder. Heel klein beetje lager, maar het is strak inzetten. Vooral dik en strak. Zie je? Even dikker nog. Hij is te dun al, hè? Kijk, je bent hem alweer dun aan het raken, hè? Hij is dunner dan dat je toen net speelde, hè? Kijk, je moet eigenlijk... Nu moet je gewoon dik blijven staan en ietsjes lager gaan als net. Meer is het niet, hè? Dus je moet rood gewoon... Ja, je rood moet je steeds meer klappen omdat je dik staat. Maar niet te diep, hoor. Maar wel... Want anders trek je mijn ene erop. Maar druk hem maar in. Naar de band. Tjak! Vooral tjak en staan blijven. Staan blijven. Kijk, daar gaat hij al, hè? Met effect. Hè? Kijk, zonder effect had hij het gedaan, met effect gaat hij mis. Dus je traint het niet goed. Je traint niet zonder effect nu. Kees? Dus je moet leren zonder effect te stoten. En dik. En op zijn knal, op zijn kop te raken. Dik. Kijk, rood moet dik. En dan strak erin. Tak. Zetten. Kijk, die is te diep aan je bal. Hè? Hij is wel goed. Hij is iets te diep. Kijk, dus je zit een halve centimeter pomerans te diep. En het zit hem in die voorhand. Hè? Kijk, deze voorhand, als die te diep is, Kees. Kijk, dan moet je zo. Dan gaat hij ook. Kijk, Kees. Als dit te diep is, moet je zo gaan zitten. Dus je moet weten welke voorhand je neerzet hier nu. Als je nu afstoot en hij gaat te ver, moet je weten. Ja, ik heb deze voorhand en die ga ik nu even hoger maken. Ja, je moet het echt met je vinger voelen. Want ik leg hem steeds hetzelfde neer. En dat is het leuke ervan, van deze oefening. Kijk, dit is biljarten. Dit is gewoon biljarten. Kijk, nu gaat hij er wel voor, maar hij is mooi. En hij is mooi doodgespeeld. Mooi, gewoon nuchter afgestoten. En je hoeft helemaal niet... Kijk, doe hem eens... Kees, doe hem eens heel hard. Heel hard, dezelfde bal. Zelfde hoogte, dezelfde dikte. Heel hard. En niet zo steken, Kees. Je steekt zoveel. Oké. Okay. Ja? Hij mag dat. Nee, gewoon hard. Alleen maar dezelfde stoot, alleen nu moet hij hard. Dus 1, 2, 3, tak. Dus 1, 2, 3, tak. En dan kijk ik of je weer hier uitkomt. Dus dit heb je in je hoofd, hè? Nou, perfect. Kijk, nu doe je het harder en hij is perfect. En dit moet je nog harder kunnen, bij wijze van spreken. Als je hoort. Ja, perfect. Maar dat gaat... Kijk, al zou je hem missen, als dit maar goed is, Kees. Als je maar die tak geeft. Dus 1, 2, tak. Tak.
Oké, kijk, perfect. Kijk, dit is moet je kijken waar je hem heen trekt. Je trekt hem zo naar, kijk, nu heb je gelijk al de gele bal in je macht, hè? Je hebt de gele bal in je macht nu, hè? Dat is wel te sterk dus. Ja, als je dit in je wil spelen, ja, maar dat maakt dus, kijk, daar is die oefening juist zo mooi voor, Kees. Je stoot hem technisch zo mooi af en je hebt nu al deze bal geraakt met die enorme klap die je gaf. Alleen je zit dan weer te diep aan je bal. Dat is alleen het enige waar je dus fout in gaat. Je voelt te diep en je raakt hem vaak te dun. En dat is het hele spel. Je moet dik blijven staan en rammen. Kijk, en rammen. Kijk, dit is ook weer mooi afgestoten. Alleen ja, het verhaal waar je naartoe wil, dat klopt niet. Hopeloos. Hopeloos, ja, zegt hij. Dat is het niet. Maar weet je wat je fout doet, Kees? Jij staat maar continu. Dit is goed. Bij iedere stoot blijf je maar staan. Jij neemt je neemt niet de tijd om gewoon aan te gaan leggen. Voelen en stoten. Dus jij komt aan en je staat al en je gaat zoeken. Nee, je gaat kijken. Je loopt op je stootlijn. Kijk, je stootlijn. Dit is te dun, dit is te dik. En dan ga je aanleggen en dan ram je hem erop. En dan kun je dat gewoon lekker vlot kun je dat toepassen. Hebben, tjak. Hebben, tjak. Kijk, dan komen ze er wel hoor. Kijk, die rode erop, mooi. Wat zeg je? Welke wil je hebben? Want kijk, ja. Oké, de eerste is prima. Keurig, blijf staan. Weer mooi op geel, hè? Ha. Dit is perfect. Ja, maar toch is hij niet slecht. Kijk, en dat vind ik het mooie van dit spel. Kijk, als je afstoot nou slecht was, dan zeg ik, oké. Maar je afstoot is perfect, want je doet wel wat je moet doen. Kijk, je doet wel wat je moet doen. Kijk, je gaat staan en je stoot. Kijk, je doet wel wat je moet doen. Zie je? Kijk. Zie je? Je doet wat je moet doen. Je geeft gewoon die stoot. Kijk, en je kan dat zomaar lekker gewoon doen op een manier van, nou, het interesseert me niks waar die ballen komen. Ik leg aan. Kijk, je kan het met rechtseffect doen. 1, 2, 3. Tjak. Kijk, je legt aan, blijf staan. Laat me klossen. Kijk, laat me klossen. Zie je? Laat me rollen. Meer is het niet, hè? Kijk, en die... Ja, maar ik geef gewoon even aan dat je kunt spelen met die effecten. Kijk, je kunt spelen met die effecten. Kijk, als je hoog aan je bal zit, komt hij daar op de band. Ja. Dan komt hij hier ergens bij de karambol. Ja. Kijk, dus, maar je moet dan wel die dikte durven spelen. 1, 2, 3. Tjak, kijk. En staan blijven. Kijk, dan komt hij hier op de band. Zie je, kijk. Zo leer je biljarten. Je blijft staan in die dikte van 2. Dan ga je gewoon, je mag niet meer twijfelen. Kijk, dat twijfelen, dat, dus als jij daarheen wil, naar die, en je twijfelt, dat is niet goed. Je moet dit, dus dat in je gedachten nemen, ja. Hebben en stoten. Zie je? Hebben en stoten. Kijk, dan doe je het gewoon aanleggen en stoten, zonder dat je twijfelt, hè? Want dat voorbewegen is eigenlijk alleen maar voelen of je de juiste snelheid hebt, hè? Want dat is het. Want dat is het, hè? Of een glaasje water pakken. Hè? Hé? Kijk, een glaasje water voor je. Keurig, kijk.
kijken, twee, hebben en staan. Ja, precies. Nou, dan gaan we even biljarten. Kijk, dit kun je gewoon, Kees. Is die voor mij? Ja, die is voor jou. Kijk, dit kun je gewoon een kwartiertje doen, 20 minuten. Maar je kunt hele leuke, ik ben er echt helemaal, ik ben er echt gek van. Want ik wil dat spel wil ik gewoon iedereen aanbieden. Ik wil iedereen gewoon dit aanbieden met een met mijn logootje erop. Mike's Live Biljart Studio en dit dingetje. Nou, alsjeblieft. En dan pak ik er drie van die mooie kegeltjes erbij. En dan zet ik ook een mooi logootje op. En dan ga ik mooie kegeltjes maken. Nou, en die kennen ze in zo'n zakje. Die heb je in je keuvoedraaltje zitten. En als je eens gaat biljarten, dan leg je eens even wat neer. Nou, dan zeg je, ik maak een trekstoot. Want jij zegt dat je goed kan trekken. Kun je goed trekken? Jij kan goed trekken, hè? Hoi. Nou, meneer, alstublieft. Dit is de trekstoot. Hoi. En dit is de doorschietstoot. Kijk, dit is de doorschietstoot. Dus ik kan de geel is je bal. Kijk, ik kan de pion ook hier neerzetten. Dan heb je een doorschietstoot. Kijk. Dus voor het eerst. Dan heb je een doorschietstoot en nu heb je een trek. Ja, ga je 1, 2, 3, 4 ga je omtrekken. Zonder effect. Dus Roy maakt niet uit. Kijk, nou zijn we waar het punt. Kijk, dat zie jij ook wel dat hij niet in een verzamelstoot ligt. Zie jij ook wel. Kijk, als ik hem zo neerleg, dan ben jij alweer bezig. Oh, die rode moet erbij. Maar je moet die raken. Leer nou eerst eens gewoon afstoten. Kijk, wat hebben we nou aan een seriestoot als je niet goed afstoot? Helemaal niks. Hebben en stoten om die pion zonder effect, alle vier. Dat is één. En staan blijven, dat is nog het mooiste, hè? Dat is nog het mooiste. Als je gewoon je keu laat liggen, door het ringetje heen. Dus door dit ringetje heen. Dat als je stoot, 1, 2, 3. En wat zeg je? Tik, tak of tok? 1, 2, 3, tak. Tak is genoeg. Kijk, 1, 2, 3, diep aan je bal, tak. Nou. 1, 2, 3, tak. 1, 2, 3, tak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Je mag alles doen, maar je moet gewoon tik, tak of tok zeggen. En je moet nu van tevoren bedenken, ik speel een 1, 2, 3, tak. En staan, blijf staan, blijf staan, blijf staan, blijf staan. Staan blijven jij. Kijk, hoe goed je ook bent dat je die kegeltjes omspeelt. Maar ik zie gelijk je kwaliteit in de manier van afwerking. Ik zie niet dat jij je keu hier naartoe brengt. En laat staan. Kijk, nu doe je het wel. Kijk, dit zie ik liever. Ja, deze is mooier. Kijk, nu heb je wel nog niet je pionnetje geraakt. Maar technisch is hij beheerst. En nou moet je alleen maar even dunner gaan staan. Kijk, en spanning roep je zelf op met dit spel. En dat hoeft niet. Het is 1, 2, 3... En staan blijven. Kijk, dit doe je allemaal zelf. Wat zeg je? Kijk, vooral met die missies. Hij zegt, ja. Nee, is dat hetzelfde plekje. 1, 2, 3. Tjak. Ja, geweldig dit. Het is echt geweldig. Hoe eenvoudiger kun je het maken door gewoon zo'n spelletje op te kijken. Nu speel je het alleen met effect. Maar je ziet het, hè? Jij bent goed in trekken, hè? Wat ben jij goed in trekken? Wat kun jij goed biljart, hè, Kees? Hé. Hey. Mooi, hè, dit, hè? Zonder effect en hij moet om. Nou. Kijk. En wat was je altijd maar bezig, hè, om die rode bal erbij te halen, hè? En wat was je altijd maar bezig, hè, om dit te doen en dat te doen? En wat gaan ze altijd maar missen, hè, die ballen? Snap je wat ik bedoel? Je moet eerst eens leren stoten waar hij heen moet. Die keu. Kijk, je moet killen op je keu. Killen, stoten, ontspannen. Maak er een spel van. Maak er een spel van. Maak er een spel van, man. Maak er een spel van. Rustig kijken, 1, 2, 3, tak. En staan blijven. Hoppa. Kijk, 1, 2, 3, tak. Je moet vrij worden. Voel je al dat je vrij wordt? Voel je het? Nou, dan gaan we het even met rechtseffect doen. Maximaal rechtseffect. Dus maximaal rechtseffect. Maximaal rechtseffect. Nou,
En afstoten. Goed zijkant bal zitten. Diep aan je bal. En recht erin. En staan blijven. Nou, redelijk. Ja, die krijgt dan tegeneffect. Hè? Maar ik zie hem niet echt draaien. Echt dat je zegt, goh, wat tolt die bal mooi. Ik zie hem niet lekker draaien. Ik zie hem niet lekker zo met tegeneffect erheen rollen. Ik zie hem heel zachtjes. Heel sloompjes. Dus even meer tak. Kees, even meer tak. 1, 2, 3, tak. Effect. 1, 2, 3, tak. En staan blijven. 1, 2, 3, tempo, tempo, tak. Ja, kijk, 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 kijk. Dit is het klapje. Dit is de takje. 1, 2, 3, tak. Dus je moet wel wat doen. Voor het verschil met afstoten, met die andere. Nou, krachtig. En maar hij loopt ook makkelijker. Hij loopt ook makkelijker, Kees. En dit is gewoon voor jou. Ik weet gewoon zeker dat dit voor jou ook heel goed is. Hebben, tjak, het effect. Kijk, dit is het weer minder effect aan. Wel een mooi punt, maar het is niet het maximale effect wat je kan geven. Je geeft gewoon heel weinig zij-effect. Terwijl de oefening is heel veel zij-effect geven en dan gewoon erop trekken. Kees? Dus dunner, veel zij-effect, dunner gaan staan en trekken die handel, hup. 1, 2, 3, tak. Zie je, hij draait niet echt. Het is wel mooi raak, maar... Geef nog eens meer zij-effect, Kees. Moet je zo hoog? Mag je niet lager? Dan kan die iets dunner natuurlijk, hè? Ja, oké, maar wat je wil. Maar je moet in ieder geval meer effect geven en lager aan je bal. En mooi licht intrekken. 1, 2, 3, tak. Ja, kijk, dit. Kijk, nou draait hij. Kijk. Het gaat makkelijker, hè? Wordt die ook rustiger van, hè? Wordt die rustiger van. Kijk, hoe dieper je hem benadert, hoe rustiger de bal kan gespeeld kan worden. Om afstand te maken, dat weet jij. Dat, kijk, ik hoef jou niks te vertellen over dit of dat. Maar ik zie aan mezelf ook dat ik ook veel beter kan afstoten door dit. En je leert het ook door dit. Het is 1, 2, 3. Je gaat ook veel meer met je stoot ga je in de weer. Kijk, heel mooi. Kijk, net te langs, weet je, maar hij draait, hè? Kijk, hij draait, hè? Kijk, hij draait, hè. Het is alleen wat voorzichtig, hè. Kan je hem ook eens iets harder spelen er doorheen? Dus dat je zeg maar een soort eenbander ervan maakt, dat die hierheen gaat, Kees. Maar als je het vlot gespeeld, pakt hij meer effect. Nee, maar laat maar eens zien. Gewoon, tjak. Kijk, beter, hè. Beter. Dus zie je dat je gewoon af en toe... te ielig aanlegt, te ielig, te voorzichtig. Ja, helemaal. Hè? Ja, alles maar helemaal. Kees, biljarten is gewoon doen. Hoppa, en staan blijven, hè? Kijk, dat is helemaal goed. Kijk, nou markeert er niks aan. En zie je dat je nou aan het afs... Kijk, en als ik dit nou voor je neerleg, hè? Dit, hè? Trek hem maar in één op. Het is hetzelfde bal, hè? Nou moet je niet denken, die rooi moet erbij. Ik wil die pion omtrekken. En dat kan je met rechts effect doen. Dat kan je met links... Trek hem maar eens met links effect en met rechts effect en zonder effect. Trek je over de pion heen. En dan moet je niet denken, ik maak een serie stoot. Nee, je moet gewoon denken, die pion moet drie keer om. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat je gevoel hebt op 2, 1, 2, 3, tjak. En staan blijven. En staan blijven. Kijk, de eerste fout heb je al gemaakt. Dikte fout. Wat zeg je? Als ik ietsje langer afstoot, zou je hier wel gedaan hebben. Diktefout? Gaat het toch voorlangs? Ja, maar dat is een lange fout. Super... Douw je daar even meer op saai bedoelen. Kees, je dikte. Zit er meer dikte? Afstoten moet je. 1, 2, 3. Tjak. En staan blijven. Kijk, staan blijven. Zit er gewoon in je dikte. Heb helemaal niks met langer afstoten te maken. Je zit gewoon net niet goed op bal 2. Theorie klopt niet hoor. Langer afstoten en dan dit, dan komt hij meer dat. Nee, dat moet je met je effect regelen, met je dikte regelen. En dan die afstoot, die komt vanzelf, als je er maar doorheen blijft gaan. Kijk, door die bal gaan. Kijk, daar gaat het om. 1, 2, 3. Tjak. En niet meer nadenken, alleen maar rood wegspelen. Kijk, want je hebt hem al. Kijk, je hebt hem al. Je gaat niet meer nadenken, hij moet raken en hij mag hem niet missen. Doe je in de wedstrijd wel.
Ik zie het wel hoor. Ik zie precies wat er gebeurt hoor. Kijk, en als je dan een keer mist, moet je niet het gevoel hebben, oh, ik kan het niet. Nee, je zit er net naast. Even de nummer die volgende keer, zulke ballen. Want ja, het ligt steeds anders in een wedstrijd. Dus de witte bal in je hoofd, 1, 2, 3, stoot. Kijk, en nou doe je het zonder effect, hè. Kijk, dit is gewoon mooi raak. Kijk, en jij weet ook wel dat die bal niet daarbij kan komen. Dus, maar wat doe je nu wel? Je maakt het punt op een geweldige manier. Want zo werkt het natuurlijk. Nou, met dat maximaal rechts effect nog een keer naar die witte toe. Maximaal rechts. En goed inzetten. Speel hem maar eens wat stevig. Kees mag ook. 1, 2, 3, tak. Even een hardere tak. Even laten zien dat je er bent. 1, 2, 3, tjak. Ja, staan blijven. Kijk, vooral blijven staan. Heb vertrouwen in die klap die je geeft. Kijk, dan doe je het gewoon even lekker. Pat, weet je. Hup, 1, 2, 3, pat. En dan doe je het zachter. Nou doe je 1, 2, 3, tak. Dan ga je het iets zachter invullen. 1, 2, 3, tak. En ook even goed afstoten. 1, 2, 3, tak. Kijk, netjes. Daar zit alleen geen draai aan, hè. Maar hij is wel weer mooi afgestoten. We gaan even spelen. Leuk, hè? Oké, nou, mag ook. Moet je nog draaien vanmiddag? Nee, ik heb niet... dat heb ik rustig, dus... Jongen. Ja, ik ben toch alle dagen.